Hoi en welkom bij een nieuwe video weer op mijn kanaal. Het is alweer een tijdje geleden. Er gaan wat dingen veranderen op mijn kanaal, dus vandaar deze korte inleiding. Vanaf nu komen mijn weekvlogs op vrijdag online om 4 uur, dus 1600 uur. Niet meer op de dinsdag, maar op de vrijdag om 4 uur. Omdat het een verandering is, wilde ik toch op de dinsdag wel even zeggen van... Hey you guys, things are gonna change. Het is een beetje awkward. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Het is echt niet normaal. Ik heb in de tussentijd nog wel het een en ander gefilmd. Er zijn ook nieuwe dingen. En nou, ik denk dat je de vlog van vrijdag sowieso wel leuk vindt. Het is echt een opsomming van her en der gefilmd in de tijden dat ik er dus niet was. En in de vlog ga ik er ook nog wat dieper op van waarom ik er niet was. Over het algemeen ging het er gewoon over dat ik gewoon echt tijd voor mezelf had. Ja, ik doe dit omdat ik het leuk vind om te doen. En echt met volle passie dit doe. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik moest alleen maar van mezelf. Ik moest nog tot 1 uur 's nachts die video editen. Ik moest nog de volgende dag weer vroeg opstaan om het te perfectioneren. Ik moest. En dat raakte mij een beetje op een gegeven moment dat ik dacht van, of, ik ben eigenlijk alleen maar nog hiermee bezig. En ik heb nog een gezin. En ik heb ook nog een man. En ik wil nog aandacht besteden aan hen. Dus ja, dat was een beetje, dat kwam een beetje veel op me af. Ik had besloten om het even rustig aan te doen. En even de tijd voor mezelf te nemen. Met dat gezegd te hebben, komt dus vrijdag de video online. De eerste vlog online weer, na een hele lange tijd. Ik denk dat ik zo'n 3 maanden weg ben geweest. Dat is het langste wat ik ever ben weg geweest van YouTube. Dat is echt bizar. Maar ja, in ieder geval komt die vrijdag online. Ik hoop echt dat je het een leuke video vindt. En nogmaals, sorry dat ik zo lang weg was. Het was niet de bedoeling om zo lang weg te gaan. Maar zoals ik al zei, er was zoveel gebeurd. Dan had ik tijd voor mezelf nodig. Dan was mijn camera stuk gegaan. Dan was nog een keer mijn camera stuk gegaan. En nu vertel ik iets uit de vlog. Dus allemaal, er was echt crazy veel dingen gebeurd. En vandaar dat ik dus niet zo lang online ben geweest. Wacht even, mijn haar op mijn ogen. Nou, dan zie ik jullie vrijdag weer. Dit was even een hele korte video over wat ik, hoe het nu eruit gaat zien op mijn kanaal. Dus ik zie je vrijdag. Heb een hele fijne dag. See you Friday, babe.